Op deze bouwplaats is een man gewond geraakt. Er wordt gebouwd aan een nieuw pand aan de Gabriel Metsulaan, dicht bij de Kanaaldijk Zuid in Tongeren. De man is van de bovenste verdieping naar beneden gevallen. Dat is zo'n 9 meter. De arbeidsinspectie gaat onderzoeken wat er precies gebeurd is. Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die hoefde uiteindelijk niet te landen. Politie en ambulance kwamen wel ter plaatse en de man is gestabiliseerd op een brancard naar het ziekenhuis gebracht.